Nou, coach Gavit, voormalige vechter, oprichter van Fight Club 070, oprichter van deze mooie winkel, Booster Store. Dankjewel dat je tijd maakt voor ons vandaag. We zijn hier met een belangrijke reden. Dat is eigenlijk, we gaan het over vechtsport hebben, over het belang van vechtsport voor kinderen. Maar ten eerste wil ik hiermee beginnen. Het is op dit moment Ramadan en jij doet mee aan Ramadan. Ik vraag me af, wat voor invloed heeft Ramadan op jouw geestelijke welzijn? Hoe voel jij jezelf na een maand van Ramadan? Ja, alhamdulillah, Ramadan is een tijd van bezinning. Alles gaat even een stapje terug en dan ga je kijken wat belangrijk is. Natuurlijk je geloof, je gaat ook anders eten. Je probeert je dagelijkse routine aan te passen en ook mentaal. Je wordt lekker rustig van en het is een heerlijke maand. Je komt tot rust, het is eigenlijk vakantie. Ramadan is een mooie maand. Vroeger toen ik vocht, was het voor mij vooral een maand om nog sterker te worden in de Ramadan. Want als jij traint zonder eten, verzwakt het je in het begin. Maar aan het eind van de maand ben je daar gewend aan. En als je daarna mag eten, nou, dan word je echt super sane. Het is niet normaal. Met voeding erbij en je hebt je training vastgehouden, dan word je echt sterk. Dus Ramadan is echt goed voor je. Maar toen jij vroeger vocht, kon je eigenlijk normaal trainen tijdens Ramadan? Gewoon, of moest jij met aangepaste tijden trainen? Hoe zat het toen? Je gaat natuurlijk minder cardio doen, want je hebt minder vocht in je lichaam. Je gaat meer op techniek werken. Je doet krachtoefeningen wat korter. Kijk, je moet je lichaam blijven prikkelen en de juiste voeding nemen. En natuurlijk rust. Kijk, ik studeerde destijds. Dus ik kon zeggen, in de middag ging ik even een dutje doen. Weet je? Dan komt je lichaam tot rust en dan kon je 's avonds weer trainen. Maar het is wel... Ik raad het nooit aan om te vechten in de Ramadan bijvoorbeeld. Neem 2 maanden de tijd erna om te gaan vechten. Want je lichaam moet weer opladen. Je lichaam verzwakt inderdaad. Dus ja, jouw lichaam verzwakt. Dus wat je zegt, het is niet heel slim als je gaat vechten tijdens Ramadan. Ja. Maar toch wel blijf je trainen. En ik vraag me af, want jij bent ook oprichter van een sportschool. Er zijn veel jongens die bij jou komen trainen. Wat zou je zeggen? Waarom moeten kinderen voor vechtsport kiezen? Wat kunnen ze leren van vechtsport? Nou, in de huidige samenleving, maatschappij, zie je wat vooral nodig is discipline. De kinderen zitten constant op de telefoon, snel afgeleid. Ze hebben geen richting. Als je geen richting hebt, kun je ook geen doel hebben en doelen behalen. Vechtsport geeft je discipline en doelen die je kan behalen. Al vecht je niet, dan kun je wel beter worden. Je kan verbeteren in conditie, in techniek, in kracht, van alles. Dus vechtsport is zeker heel belangrijk, vooral voor de jeugd, qua discipline, zelfcontrole en zelfbewustzijn van weten wat je kan. Mm-hmm. Ja. Maar wat zou je zeggen dan tegen die ouders bijvoorbeeld die zeggen, ja, maar als mijn kind op vechtsport zou gaan, dan gaat hij nog agressiever worden, dan gaat hij op school vechten. Wat zou je tegen die ouders zeggen? Dat kan ook. Ik heb dat zelf ervaren met mijn eigen zoontje. Die heb ik eigenlijk getraind vanaf kleins af aan. Maar ik merkte dat hij dat ook buiten de sportschool ging gebruiken op school en heel druk was en te zelfverzekerd was als het ware. Dus daar moet je als ouder goed strak op zitten. Ik heb daar natuurlijk handrem op getrokken. Jij gaat niet meer trainen. PlayStation gaat ook niet meer. Hij is nu lekker op moskee, dus hij is lekker aan het leren. En als hij goed kan leren en discipline heeft, dan mag hij ook weer gaan kickboksen. Dus sommige ouders die dumpen hun kinderen op kickboksen, die gaan weer weg. En bekijk het maar. Ja, die jongens willen ook een beetje aandacht van de ouders hebben. En dat mis je vooral in achterstandsbuurten, waar ik ook les geef. Mis je de ouders, de betrokkenheid van ouders. Dat je kind gewoon even kijkt naar je kind, ophalen, brengen, zulke kleine dingetjes. Dat is een stukje waardering naar je kind toe voor zijn inzet. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk, je kan jouw kind niet alleen op vechtsport inschrijven en dan weet je, dan is jouw werk klaar. Dan hoef je niks meer te doen. Dat kan niet. Nee. Dit is een verantwoordelijkheid
24/7 moet je voor jouw kind zorgen. Ja. Maar ik vraag me af, want in het verleden werd vechtsport gezien als een sport voor criminelen. Vooral hier in Nederland met kickboksen. Maar die reputatie is nu heel erg veranderd. Maar toch wel, mijn vraag is, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat vechtsport nog toegankelijker wordt voor het algemene publiek? Nou moet ik zeggen dat toen ik begon was het inderdaad het geval. Ik kwam binnen, ik zag allemaal gangsters. Er waren geen huisvrouwen die trainen hoe dat nu is. Of doktoren. Dus het was echt een hele niche sport. Je had boksen en je had kickboksen. Dat was eigenlijk echt hardcore. Het is nu veranderd. Het is nu heel mainstream. Ik zie het ook hier in de winkel. Er zijn huisvrouwtjes die binnenkomen. Van alles. Jongens die nooit een wedstrijd gaan vechten. Wel lekker sporten. Advocaten, doktoren, van alles. Dus dat is al veranderd, vind ik. Kijk, het probleem zit vooral bij de overheid. Ik heb ook evenementen georganiseerd. En de overheid bestempelt het als gevaarlijk. Als je statistisch kijkt, is het niet gevaarlijk. Want hoeveel ongelukken of gevechtpartijen zijn nou geweest bij kickboksgala's in verhouding met voetbal? Dat is een wereld van verschil. Vechtsporten is vooral nu heel streng gereguleerd met vechtsportautoriteiten. De matchmaking wordt zelfs gescreend. Je hebt ook niet echt de hooligans die meer tegen over elkaar staan. Of de Hells Angels tegen een andere motorbende. Dus dat is allemaal al weggefilterd. Dus ik denk dat we de stempel zelf hebben die al verwijderd. Alleen moet de media dat doen. In samenwerking met de overheid. De overheid moet ook, zoals ze met de andere sporten doen, een campagne starten van ga lekker kickboksen. Waarom voegen ze kickboksen bijvoorbeeld niet in op basisscholen als stukje onderdeel van gym? Dat is eigenlijk heel goed. In Amerika hebben ze worstelen bijvoorbeeld. In Rusland hebben ze ook worstelen. In China hebben ze kung fu. Het brengt juist kinderen naar een andere platform in hun hoofd. Mm-hmm. Dus het is alleen maar beter. Klopt. En wat je zegt, nu is het heel anders. Als je vergelijkt wat je zegt toen jij jong was. Jij ging de sportschool binnen. Ja, criminelen, stoere mannen. En nu is het heel anders. Nu is het veranderd. Nu is het echt vriendelijk. Iedereen is welkom en dat is heel belangrijk. En ook, ik ben het met jou eens, dat het heel belangrijk is dat wij vechtsport ook in school implementeren. Dat mensen ook als school, in school, als programma, dat je vechtsport kan volgen bijvoorbeeld. Maar ik vraag me af, want er zijn ook mensen die gaan zeggen, ja, je zegt dat vechtsport niet voor criminelen is of dat het veranderd is. Maar wat gebeurde bij Glory laatst? Jamal Ben Sadiq in de ring. Hij probeerde Rico te trappen en het was niet eens een wedstrijd. Wat zou je zeggen tegen die mensen die zo'n kritiek hebben? Ja, dat zijn mensen die met één oog naar één onderwerp kijken en vergeten. Dit gebeurt ook in andere sporten. Zinedine Zidane met voetbal, kopstoot. Midden op het veld met miljoenen kijkers. Mike Tyson bijt een oor eraf. Bij boksen, reguliere sport. En zo kan ik heel veel voorbeelden opnoemen. Dus die trap was niet eens raak. Dus het is een beetje entertainment ook. Het moet kunnen, toch? Elkaar uitdagen. Bij UFC zie je dat ook. Kijk, zolang ze respectvol blijven buiten de hele gebeuren. Het is een show, hè? Moet niet vergeten, het is entertainment. Als dat niet gebeurt, gaan mensen niet kijken. Dus het is nu eigenlijk een hele mooie wedstrijd. Ik wil die wedstrijd wel zien. Rico tegen Jamal. Tegen Jamal nu. Ja, is mooi verhit nu. Dus, en geef Jamal een keer een ruime tijd om voor te bereiden in plaats van wil je invallen. Want hij heeft nu twee keer ingevallen. Dus dat zou een mooie wereldtitelpartij zijn. Mm-hmm. Ja. Maar ik ben het ook met jou eens. En eigenlijk had ik dat gezegd bij Remy toen tijdens ons programma Warrior Watch. Want dat verkoopt kaarten. Wat je zegt, dat is entertainment, dat is een show. Dus eigenlijk zulke acties maken de wedstrijd nog aantrekkelijker. Want het is een echte beef. Ze mogen elkaar niet. Ja. Dus ik snap jouw perspectief heel goed. Maar oké, je bent een voormalige vechter. Je hebt ook op een hoog niveau gevochten. Wat zou je zeggen bijvoorbeeld, als jij geen vechter was geworden, als jij nooit met vechtsport was begonnen, waar zou je nu staan in jouw leven? Ik heb ook gestudeerd, dus ik had dan sowieso twee opties. Dan zou ik, weet niet, ik zou dan werken voor een baas waarschijnlijk. Dus, kijk,
jouw pad is eigenlijk zelf bepaald en je hebt de keuzes die je zelf maakt. Ik mocht bijvoorbeeld van mijn moeder nooit kickboksen. Ik ben stiekem gaan kickboksen. Kijk waar ik nu sta. Dus het was die keuze dat ik destijds maakte, dat heeft me nu gemaakt. En wat ik vooral jongeren wil zeggen, van, nou, als je een droom hebt, probeer het uit. Je kent altijd nog de uitkering in Nederland. We leven in Nederland, alles kan. Dus probeer het. Als jij een dokter wil worden, doe je best op school. Ga leren. Heel simpel. Mm-hmm. Ja. Maar oké, en dat is ook een andere vraag. Veel ouders gaan zeggen, ja, maar als je gaat sporten, dan kan je niet leren. Je kan niet allebei tegelijk doen. Dat heb jij wel gedaan. Ja. Maar wat zou je zeggen, bijvoorbeeld een jongere komt in jouw sportschool. Hij wil elke dag trainen, maar hij wil niet naar school gaan. Wat zou je zeggen tegen zo'n jongere? Ik heb dit goede voorbeeld heb ik laatst gehad. De jongen heeft zijn gymnasium afgerond. En die zegt, ja, ik ga nu fulltime trainen. En zijn vader belt dan mij op van, nee, hij wil niet naar de universiteit toe, want hij wil kickboksen gaan worden. Nou, dan zeg ik, luister vriend, ik schrijf je per direct uit als jij niet inschrijft op school. Heel simpel, weet je. Want vechtsport, vooral een professionele carrière, is niet voor iedereen weggelegd. Al ben jij heel goed, je kan blessures krijgen, je moet ook geluk hebben. Je moet de juiste mensen tegenkomen. Het is niet van, oh, ik doe mijn best, ik win alles. En het zijn ook momentopnames. Dus wanneer soms win je wel en soms win je niet, dat betekent niet dat je slecht bent. Maar het zijn gewoon momentopnames. Dus je moet altijd een plan B hebben. Iets wat structureel is en wat toekomst biedt. Kijk, vechtsport raad ik altijd. Ik zeg, het is een hobby. En als je er heel goed in bent, kun je leuk wat bijverdienen. Klaar. Weet je, ik zeg altijd tegen jongens, er zijn maar niet eens 5 jongens die daarvan kunnen leven. Is een Rico, is een Badr en eigenlijk Jamal, misschien. En ook niet. Mm. Dus, want die vecht maar 1 keer per jaar. 1 keer per 2 jaar is te weinig. Snap je? Dus het is een hobby die leuk betaalt. Als je heel goed bent, in de topklasse zit. Dus je moet school doen of ga ondernemen. Of ga, doe iets. Weet je? Ga niet. Het is een droom hebben is mooi, maar je moet niet doodkijken naar 1 droom. Mm-hmm. Nee, ik begrijp je heel goed en ik ben het met jou eens dat, ja, je kan kickboksen, maar het is niet voor iedereen weggelegd. En wat je zegt, alleen Rico en Badr zijn degene die goed verdienen. Eigenlijk de rest kunnen niet eens leven van hun beroep als kickboksers. Maar ik vraag me af, stel je voor, er komt een nieuwe jongere in de sportschool. Hoe lang heb je nodig om te zien of die jongen het talent heeft om vechter te worden? 1 maand. 1 maand? 1 maand. Want vechter worden heeft te maken met mentale gesteldheid. Als die jongen opgeeft tijdens de 2e week, dan is dat gewoon een recreant. Ga ik er niet eens mijn tijd in stoppen qua wedstrijden. Dan train ik hem als recreant. Oh leuk, hey, gewoon ben ik ook relaxer tegen diegene. Als ik zie die jongen wil serieus verder, oké, okay, even apart. Nou jongen, als je serieus wil trainen, dan moet je anders gaan eten, anders gaan leven, anders gaan slapen. Ga je daar aan houden, ga ik je daar verder helpen. Ga je dat niet doen, houd het van me op. Ik ga niet, je moet gaan hardlopen, stuur maar filmpjes dat je hardloopt. Ik ga met niemand mee rennen, dit. Zijn het veel jongens. Snap je? Dus je geeft ze ook een stukje verantwoordelijkheid. Dat is ook heel belangrijk, dat iemand zijn verantwoordelijkheid kan nemen. En daar de discipline op zet van, ik ga trainen. Mijn trainer heeft gezegd, ik moet dit doen, ik ga dat doen. En als dan kun je iemand laten ontwikkelen. De rest komt vanzelf, kleine dingetjes, puntjes op die. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk wat je zegt, die persoon moet het echt graag willen, moet discipline hebben. Ja. Moet echt bereid zijn om alles op te offeren, ja. om dat te worden. Ja. Maar ik vraag me af, dus je zegt 1 maand heb je nodig. Maar om te zien, hè? Niet om te maken. Om te zien. En wat zijn de eigenschappen die jongen moet hebben? Want je bent ook een vechter geweest. Ja. Wie moet jij zijn als persoon om echt een vechter te kunnen worden? Ja, je hebt 2 soorten vechters. Je hebt getalenteerde jongens. Dat zijn jongens die gewoon het talent hebben. Een Badr bijvoorbeeld. Die hoeft gewoon minder te trainen. Die zijn gewoon echt goed van zichzelf. Die pikken dingen ook heel snel op qua technieken. Aan de andere kant, als je ze niet vanaf het begin goed aanpakt, worden dat luie vechters. Want die willen niet gaan rennen. Want ze winnen wel een wedstrijd zonder te rennen. Zonder conditie, want ze zien dingen makkelijker, dus kunnen doseren. Dat heb ik liever niet. Ik zeg je eerlijk, dat heb ik liever niet zo'n vechter. Ik heb liever vechten die gewoon, dus andere vechten, die gewoon serieus
elke dag naar trainen komt en die kan je bouwen, kneden. Techniek komt er wel in, strategie komt er ook vanzelf in. Maar iemand die gewoon serieus is en zijn verantwoordelijkheid neemt en echt wilt, weet je, dat is belangrijker. Maar wat denk je bijvoorbeeld als iemand die niet zo getalenteerd is, maar hard werkt, als die persoon gaat vechten tegen iemand die getalenteerd is en hard werkt, wat zou dan gebeuren? Ja, maar dus dat is heel zeldzaam, wat jij net noemde, een getalenteerde vechter die hard werkt. Heb je er zijn een aantal vechters die dat zijn. Musashi, ken ik van kleins af aan. Die jongen is altijd echt op de grind gaan. Hij wil de beste worden, had ook het talent. En hij is nu waar hij nu staat. Chico Kwasi is ook een... Maar ik ken hem niet. Je kent hem niet persoonlijk, Ik kijk naar jongens van kleins af aan. Boapea, die heeft op mijn gala, eerste gala gevochten van mij. Zijn eerste partij op mijn gala gevochten op zijn 15e. Sloeg die gozer helemaal totaal los. En die jongen trainde toen net 1 maand. Snap je? Dus Boapea heeft talent vanaf het begin. En hij heeft heel hard gewerkt. Daarom staat hij waar hij nu staat. Heel snel. Hamisha. Dat is ook zo'n jongen. Die heb ik gewoon echt vanaf kleins af aan omhoog zien gaan. En dat zijn jongens die altijd nooit zeuren, hard werken en altijd talent hebben. Dus dat zijn jongens die... Butassa, nog geen jongen. Oh, jij van One Championship. Ja, die jongens ook. Is niet normaal. Sinds ik hem ken van jeugd vindt hij alles. Hij luistert ook zo naar zijn trainen. Hij eet goed, hij slaapt goed. Het is gewoon een perfecte leerling eigenlijk. Mm-hmm. En hij heeft talent, dus ja. Dus ja, er zijn niet zoveel getalenteerde vechters die hard werken. Maar degenen die dat doen, bereiken gewoon de top. En je hebt net genoeg voorbeelden benoemd. En mijn laatste vraag is, want ik kan me voorstellen dat veel kinderen dit gaan bekijken. Wat zou je zeggen tegen die kinderen? Hoeveel moeten zij opofferen om echt vechters te kunnen worden? Nou, als je iets wil worden, dan moet je daar dagelijks tijd in stoppen. Toen ik begon, trainde ik gewoon elke dag. Dus het moet een soort van obsessie zijn. Hetzelfde met school. Ga je naar school, moet je elke dag naar school. En huiswerk maken. Snap je? Dus eigenlijk, je moet zoveel mogelijk tijd stoppen in je trainingen. En los van trainingen, filmpjes kijken, dingen snappen, leren. Er is heel veel stof nu. Weet je? Je hebt YouTube, je kan zoveel dingen zien. Je kan nieuwe trucjes zelf leren. Dus je kan heel veel zelf leren. Mm-hmm. Dus... als iemand echt geobsedeerd is, wordt hij heel goed. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk moet het jouw obsessie worden. Je moet echt elke dag initiatief tonen. Ja. Zelf opzoeken wat je kan leren. Elke dag trainen. Ja. Coach, dankjewel voor de tijd. Yes, veel succes met de winkel. Hele mooie winkel hebben we hier, Booster Store. En succes met de sportschool natuurlijk. Dankjewel. Bedankt voor je komst, man. Zeker, dankjewel. Yes.